Het jaarlijkse evenement De Hemmer Omlopen rondom de Toren van Hem, waar nu voor de 34e keer werd gehouden met de start en finish in het centrum van Venhuizen. De organisatie had dit jaar het NK 10 kilometer binnengehaald. Eerst gingen de dames van start, met onder andere de favoriete loopster Jasmijn Lauw. En vorige maand nog bij de Europese kampioenschappen de 10 kilometer onder de 23 jaar had gewonnen. De atleet uit Velp, die geneeskunde gaat studeren, nam vanaf de start de leiding in de kopgroep van ongeveer 10 loopsters. Met verder de andere favorieten, zoals Bo Ummels, Jacqueline Gruppe, Tessa van der Wolf en Lotte Kraus. Op weg beneden de dijk met nog zo'n 4 kilometer te gaan bij een waterpost nam Jasmijn het voortouw en ging er vandoor. Mijn sprint is niet zo goed, zei ze na afloop. Julia van Veldhoven vervolgde op een tiental meters en vlak daarachter probeerde Tessa van der Wolf uit de greep te blijven van de achtvolgende kopgroep. In de Fienestraat, burgemeester Michel Pijl was blij dat er weer een evenement door kon gaan in zijn gemeente. Maar ik vind het ook gewoon fantastisch dat een Nederlands kampioenschap naar Venhuizen is gehaald. In de Fienestraat had onder toeziend oog van de vele toeschouwers, Jasmijn Lauw, een gigantische voorsprong opgebouwd. En finishte in 33-26, ondanks een sterke noordoostenwind. Was de wind tegen op de dijk erg zwaar? En het was wel nog het laatste, was wel zwaar, want het was een super harde wind tegen. Ik dacht even tegen de muur aan liep. Maar ja, ik heb wel lekker gelopen. Bij de heren die bijna een uur later starten, ook bekende namen: Khalid Shekout, de Zandammer Richard Tauma, Benjamin de Haan, Filmon Tevo, Bas van Horen en Tom Hendriksen. Het tempo was met de noordoostenwind in de rug gelijk hoog en werd een snelheid gehaald van ongeveer 23 km per uur. Het waren Khalid Shekout en Richard Tauma die het tempo hoog hielden. Bij de opgang van de dijk bij Oosterleek zakte hij terug naar ongeveer 90 à 20 km per uur, ook nog vrij hoog. De kopgroep bleef tot aan de finish bij elkaar. Maar de sprint van Dauma, 29-22, was te snel voor Benjamin de Haan en Filmon Tessou. Respectief 1 en 3 seconden later finishten. Smaker Khalid Shekout werd met 29-26 vierde. Was het niet een klein beetje zuur, Khalid, dat je nou eigenlijk net naar zijn podium grijpt? Nou gezien, nee, was echt niet teleurstellend. Ik moest de wedstrijd maken, want ik wist dat ik geen eindsprint heb. Je moet niet Richard Dauma naar het finish nemen, dan weet je dat je gewoon kansloos bent. Je maakte met Khalid Shekout het tempo in de kopgroep, maar hij zei, je moet Richard niet in een zetel naar de finish brengen, want dan wint hij. Nee, maar had een snelle race geweest, dan had hij hem ook naar de finish gebracht. Dus dat maakt niet zo heel veel uit. Nee, je moet het allemaal doen. In principe ben je de favoriet, alleen ik vertrouw gewoon op mijn eindsprint. Er waren gewoon niet de omstandigheden vandaag om keihard te lopen. Ja, slechtrechter was de wind, hè? Ja, en als die jongens hard willen lopen, ja, be my guest, trek hem maar aan. Ja, ik wacht wel. Ik kom hier voor de titel.